De verdachte van 3 pogingen tot brandstichting in Wijchen blijft 2 weken langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris bepaald. De man wordt ervan verdacht de islamitische supermarkt Taiba Market in brand te hebben gestoken. Die brandde van binnen helemaal uit. Ook zou de 26-jarige Wijchenaar hebben geprobeerd een eethuis en een pizzeria af te laten branden. Die pogingen slaagden niet, al had het eethuis wel schade. Opvallend was dat witte verf op straat werd aangetroffen bij de eerste 2 brandstichtingen. De raadkamer van de rechtbank beslist op 1 juli of de man nog langer moet worden vastgehouden.